geweldige koren gehoord. Verschillend, jong en oud. Ik heb deze man. Oud en vrienden! Daar zitten ze ook nog te kijken. Nee, jong en oud, die zijn veel. Jongeren natuurlijk, die komen dan. Wij willen niet zeggen dat je oud bent. Waarom dan? Dat zeggen ze ook altijd tegen mij met mijn grijze kop. Dan zeg ik, je bent oud. Dan zeg ik, kom nou eens aan Hulbert. Ja, hij is net zo jong als je voelt. En ik heb met verbazing gekeken naar die kerk hier. Dat is toch ongelooflijk, terwijl de voetballer op de televisie is, een volle kerk. Vind ik klasse. En ik heb net nog meer bewonderd gekeken naar die Arno. Die kan er ook wel van. Dan had ik nog maar 5%, dan ging het nog goed, maar dit is super en dat is echt geweldig. Zeg jongelui, ik heb ook nog een fijn kaas. Zou dat wel branden ook? Heb ik alleen geen lucifer? Is er ook nog een lucifer in de kerk? Een haarsteek? Ja, een haarsteek. Nee, pak eens even een haarsteek. Pak eens even een haarsteek. Ja. Ja? Wie komt er even boven? Kom maar even boven mij. Kom maar even boven mij. Dit is jouw kleine kaas. Dat brandt op de dag. En als de duivel, die probeert dat iedere keer, zo ervaart ik dat ook in het leven, die probeert dat iedere keer uit te blazen. Je vader en je moeder hebben dat geleerd. Als jonge mensen, ik ga slapen, ik ben moe en dan. Als je ouder wordt, dan denk je niet meer. Stel nou eens op je voor dat jij, waar is het nou zo? Dat je toch gewoon. Toch zo'n licht schijnen. Af en toe dan zegt hij, dan heb ik een moeilijk werk. Dan denk ik dat mijn kaas eruit is. En dan soms als ik heel diep in de put en dan zie ik niks meer. En dan is het toch, ik zie wat ik ben en ik zie het. Ik weet het. Ik hoop dat u dat beeld neemt.
kaasje daar nooit meer uitgaat. Je krijgt van wat mee naar huis. En als je er straks aansteekt, moet je wel zorgen dat het goed uit is. Hè? Want het gaat altijd weer aan. En hoe heet hij dan? Ja, supermarkt. Hè? Daar heb je het op. Daar heb je kaasje. En dan gaan we lekker. Ik hoop dat je dat meeneemt, dat je ook in uw leven, in de zomer, laat zien wat Jezus voor u betekent. Misschien die kaarsje wat uitgaat, maar dat je toch durft te zeggen, ik zie wat jij niet ziet. Zullen we samen doen. Vader in de hemel, we bedanken u voor deze machtige avond. Dat mensen mogen zingen, dat jongeren uw lof verkondigen. Uw lof op de wereld doorgaat. En dat wij met deze boodschap naar huis gaan. Dan al wordt het nog zo donker in de wereld. Dat je kaarsje blijft branden in de nacht. En dat je mag zeggen, ik zie wat jij niet ziet. En wat zie je dan? Dan zie je de handen van Jezus. Onder je leven. Zegen boven je leven en als je het niet ziet zitten, om je heen geslagen bij jong en oud. Geef ons morgen een fijne zondag en geef dat we echt mogen beseffen dat al wat gedaan wordt uit de liefde tot Jezus, dat zijn waarde houdt en dat eeuwig blijft bestaan. Geef onze koren die vanavond gezongen hebben dat het lof niet doorgaat en dat ze blijven zingen. Geef de mensen eromheen uw kracht, dat ze dat ook mogen blijven doen, de gaven en de krachten die u hen hebt gegeven. Laten ze ze mogen gebruiken tot uw grote naam, tot verheerlijking daarvan. En bewaar ons voor alle gevaren die ons omringen. Breng ons veilig thuis en laten we u mogen zien. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is rood. Rood van bloed. Dat vloeide op Golgotha voor ons allemaal. Ik zie wat jij niet ziet. En wat zien we dan? Jezus. Jezus die wacht op mensen zoals wij. Jezus die ons kent, laten we dat meenemen naar huis en geef dat het morgen een zondag wordt waarin de zon van uw